Zo, goedemorgen. Zoals gewoonlijk, lekker gelopen in het bos. Wederom met Frans. En yes. Het is gelukt. Es ist gelungen. Vijf rondjes. Eerste drie rondjes heb ik rustig met Frans meegelopen. Vorige week, had ik al gezegd in een andere berichtje, zijn we te hard van stapel gegaan. Ik heb nu voorop gelopen. Het rondje hebben we wat rustiger aan gedaan, de drie. Uiteindelijk rondje vier ben ik weer even alleen gelopen. Tempo iets omhoog gegooid voor mezelf. Zaten de eerste drie rondjes boven de 7 minuten per kilometer. Daarna ben ik alleen gaan lopen. Toen zat ik het vierde rondje zat ik op 6 minuten 39, dacht ik. En het tweede rondje zat ik op 6 minuten 21. Of het vijfde rondje eigenlijk, 6 minuten 21. Dus al met al goede vooruitgang geboekt. Was lekker, dat is goed. Dat is goed. Dit is het. Laat ik even gaan wegen. Even kijken wat het geworden is afgelopen week. Ik denk dat er niet zo heel erg veel af is. Ik heb gisteren een klein beetje gezondigd. Mijn zoon was thuis met een aantal vrienden. Die hadden later al eens wat besteld. Bij een Turk of zo, weet ik wat. En er was iemand die had een kapsalon besteld en die had hem niet helemaal op. Ik had gisteren toch een biertje had ik op. Dan vodka jus had ik gekregen, die jongens. En dan gaat het denk ik toch de smaak overheersen en dan de geur van een lekkere kapsalon. Dus ik heb een half kapsalonnetje heb ik opgegeten. En misschien dat dat wel de reden is waarom ik er nou die vijfde ronde pak. Gewoon om dat vijfde rondje proberen eraf te lopen. Dat is natuurlijk niet goed eigenlijk, maar goed. We moeten ook niet te mieprecht doen. Niet te zeikerig. Maar gewoon rustig aan doen. Je moet ook een beetje leven natuurlijk. Ik wil niet alleen maar iedere dag rekening moeten houden met het eten. Ik wil ook af en toe een beetje lekker genieten. En dat kan in dit geval. Ik ga het straks zien. Als ik het doe, straks weer even lekker op weegschaal staan. Dan zullen we eens kijken. Dat er wat af is of niet. Vorige week was het ook maar 200 gram af. Ja, eraf is er af, zeggen ze dan wel eens. Oh, Fransje, die gaat even iets snel. Ja. Oké. Nou, dat was Annemarie. Nou, Dani heeft thuis wat oefeningen doen natuurlijk. En even wat buikspieroefeningen. Ik weet dat de sportscholen over zijn. Alleen bij ons in de Graaf is op zondag is die eigenlijk niet open. Ik heb een sportabonnement waar ik eigenlijk 24/7 terecht kan. Maar volgens mij is de sportzaal hier in Graaf nog niet open. Daar zou ik eventueel naar Wijchen moeten gaan. Daar is de hoofdvesting. Die is blijkbaar wel open op zondag. Normaal gesproken in de oude situatie was het zo dat ik gewoon op zondagmorgen met de pas naar binnen kon. En dan kun je gewoon sporten en dan ga je gewoon naar buiten en dan is het klaar op het 24/7 open was. Maar goed, door de welbekende regels is dat dus een NVT, ofwel niet van toepassing. Dus gaan we gewoon weer thuis wat dingetjes doen. Is ook goed. Zolang ik maar even bezig ben, dan is het helemaal lekker. Dan is het helemaal lekker. Dus met andere woorden, ik ga even dag zeggen. Dit was mijn kort zondagpraatje weer. Ga ik daar even plaatsen. En dan, spreek ik jullie waarschijnlijk. Nou ja, spreken. Jullie zien volgende week wel weer een nieuwe zondagpraatje. Als je dit leuk vindt, dat ik dat iedere zondag een beetje doe, dan eventjes. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal of op ons kanaal van Fabienne Samen. En dan zie ik jullie de volgende week weer.
terug met de zondagpraat. Toppie!